Welkom voor degene die al is ingeschakeld. Ik zal even mijn video opzoeken, mijn geluid uitzetten. Hallo allemaal. Ik lees even mee de komende, nou ja, misschien een paar minuten op de chat om jullie allemaal hallo te zeggen. Ik noem niet allemaal jullie naam, maar ik wens iedereen heel erg welkom. We wachten gewoon eventjes tot ja, de meesten een beetje hebben ingeschakeld. Het is ook nog een beetje vroeg. Ik ben altijd iemand die op tijd is. Ik ben liever 10 minuten te vroeg dan 1 minuut te laat. Dus we wachten gewoon eventjes een beetje tot iedereen ons gevonden heeft. Ik vind het ontzettend leuk dat jullie allemaal kijken. Misschien wel meedoen met mij vanavond. Ik kijk mee op mijn laptop. Daar zit wel een kleine vertraging in. Maar op die manier kan ik meelezen met de vragen die jullie mij stellen. Ik wacht gewoon nog eventjes. We zijn vroeg en toch zijn jullie er allemaal al bij. Ah, Ine, jij bent er ook. Hartstikke leuk. En Jootje natuurlijk, altijd van de partij. Nou, iedereen welkom. Ik hoop dat we er vanavond een gezellige avond van gaan maken. Ik vind het wel een beetje spannend. Ik stap hier namelijk blind in. En ik zal dat straks allemaal wel wat meer gaan uitleggen. Ik heb niets voorbereid. En dat heb ik eigenlijk heel bewust niet gedaan. Omdat ik jullie eigenlijk wil meenemen in het proces van mij. Hoe maak ik iets? Hoe bedenk ik iets? Wanneer stop ik? Nou, dat hele proces, daar wil ik jullie vanavond een beetje in meenemen. Dus ik heb niets voorbereid. Ik heb wel heel veel om me heen verzameld wat ik kan gaan gebruiken. Ga ik wel een beetje doorheen wandelen zo. Maar we wachten nog heel even tot, ja, tot iedereen een beetje ja, alles heeft gevonden. Iedereen gesetteld is. Zijn er ook mensen vanavond die meedoen? Dus die tegelijk met mij ook iets gaan maken. Of gaan jullie kijken? Want dat is voor mij wel even belangrijk. Mochten jullie meedoen, laat het even weten. Dan kan ik daar rekening mee houden. Dan lassen we gewoon een aantal pauzes in. Zodat jullie een beetje de tijd hebben om, ja, om een beetje bij te werken. Het is wel veel wat ik vanavond ga laten zien, dus ik weet niet helemaal. We zullen misschien soms het tempo wel een beetje moeten opvoeren. Nou, er zijn er toch al een aantal die meedoen en een aantal die meekijken. Nou, ik probeer er een beetje rekening mee te houden vanavond. Ik vraag wel elke keer, is iedereen klaar die meedoet? Dan gaan we weer verder. Gezellig, Carla. Saampjes aan de vreubel. Zit klaar met alle producten, de hele tafel vol. Gezellig allemaal. Ik vind het leuk dat jullie allemaal aansluiten vanavond. Hoewel het natuurlijk voor mij wel raar blijft. Ik zit gewoon tegen mijn telefoon aan te kletsen. Maar in gedachten zie ik jullie allemaal zitten aan jullie tafeltje. Misschien zit je wel lekker lui in de stoel met de beentjes omhoog. Ook helemaal prima. En misschien schakel je later in of kijk je later terug. Maar dat kan natuurlijk ook altijd. Je kunt het altijd later gaan nakijken. En dat geldt ook voor vanavond. Mocht je mee willen doen en je komt er toch niet helemaal uit. Kijk het gewoon later nog weer terug. En heb je later ook nog vragen, dan kun je mij altijd benaderen. Dat kan via deze.
deze video, maar je mag mij ook altijd benaderen via Messenger of via de mail info@patriciasweers.nl. Dat is mijn mailadres. Mag je mij altijd mailen mocht je vragen hebben. En dat kan dus ook altijd later nog. Nou, dan denk ik dat we zo'n beetje gaan beginnen, want we gaan een drukke avond krijgen. We gaan mixed media doen en ik ga gebruik maken van Distress Oxide Inkten onder andere. Ik ga nog wel meer producten gebruiken, maar dit wordt de basis in ieder geval. En hiermee ga ik kleur aanbrengen aan het geheel. Ik ga op een los vel papier werken, ga ik straks wel laten zien. Als basis heb ik een servet genomen, maar je kunt ook prima rijstpapier gebruiken. Of misschien heb jij wel collagepapier waar een mooi printje op zit. Of heb jij een afbeelding uitgeprint op kopieerpapier, want ook dat kun je gebruiken. Maar ik ga vanavond een servet gebruiken, daar heb ik er echt ontzettend veel van. Er zijn websites waar je gewoon losse servetten kunt kopen, dus daar hoef je niet gelijk een heel pakje van iets aan te schaffen. En één zo'n servet, daar maak je gewoon meerdere projecten mee. Je ziet, ik heb hier al iets meegemaakt en ik hou nog 3 vlinders over waar ik nog iets mee kan gaan doen. Dus één zo'n servet maak je gewoon meerdere projecten mee. Dus je kunt ze gewoon loskopen en is echt ideaal. Nou, ik zit even te kijken of er nog opmerkingen zijn. Nou, iedereen welkom. We gaan dus beginnen. We zijn al begonnen. En ik ga nu aan de slag. Ik ga jullie wat dingen uitleggen. Als eerste, ik heb het mixed media genoemd. Mixed media wordt vaak heel moeilijk over gedaan. Maar mixed media wil eigenlijk niks anders zeggen als met meerdere mediums in één project werken. En of je nu op een vel papier werkt, of je werkt op een canvas doek of een canvas bord, of op een houten paneel, op een fles. Eigenlijk kun je overal mixed media gaan toepassen. En mediums, ja, dat zijn ook eigenlijk hele uiteenlopende producten. Een inkt is een medium. Ik heb hier een gel medium, daar ga ik mijn servet straks mee lijmen, is een medium. Je bent dus eigenlijk al heel snel mixed media aan het doen. En er wordt gewoon ontzettend moeilijk over gedaan, maar is het echt niet. Ik heb daar een workshop over gemaakt, dat is een betaalde workshop. Mocht je daar meer informatie over willen, ga ik veel dieper in op mixed media. En leg ik gewoon de hele basis van mixed media uit. Mixed media, dan maak je eigenlijk structuren en daarmee creëer je dus interesse in jouw pagina of in jouw project, wat je eigenlijk maar aan het maken bent. En door middel van die structuren, al die verschillende mediums wat je gaat gebruiken, ben je dus mixed media aan het doen. Wil je daar meer informatie over, mail mij dan even info@patriciasweers.nl. Dan stuur ik je alle informatie toe over die betaalde workshop. €4,99, dat is eenmalig. Kun je onbeperkt kijken op YouTube en op een speciale groep op Facebook. Maar ik stuur je alle informatie wel toe, mocht je dat willen. Maar dat is dus een hele uitgebreide workshop over mixed media. Vanavond gaan we gewoon een klein stukje doen om jullie allemaal een beetje kennis te laten maken. En om jullie gelijk een aantal dingen te leren. En zoals ik aan het begin al zei, ik wil jullie eigenlijk een beetje het proces leren van mij, hoe het bij mij werkt. Ik begin namelijk met allemaal materialen om me heen te verzamelen. Die zet ik allemaal om me heen neer. Gebruik ik alles? Nee, vaak niet. Vaak gebruik ik echt niet alles, maar ik wil wel iets bij mij in de buurt hebben staan voor het geval dat, mocht ik in één keer het idee krijgen dat ik iets wil gaan gebruiken, dan moet ik niet naar een kast moeten lopen of dat ik iets nog uit een lade moet halen. Dan ben ik uit die flow en dat vind ik niet prettig. En vandaar dat ik echt van alles om me heen verzamel. En dat heb ik voor vanavond dus ook gedaan. Ik heb dus dat servet, dat is mijn uitgangspunt. Meestal heb ik wel een uitgangspunt, dus waar ik mee begin. Dat is wel een beetje het idee wat ik wil.
Maar voor de rest laat ik alles vrij en een pagina ontstaat dus bij mij. Wat ik vanavond laat zien, dat hoef je niet alleen in een junk journal te doen of in een gewone art journal of op een los vel papier. Je kunt dit ook op een iets kleiner formaat gaan doen. Dan maak je daar een basis oplegkaartje voor een wenskaart. Dat kan natuurlijk ook. Je kunt dit op een canvas doek gaan doen. Dus je kunt hier echt later alle kanten nog mee op. Maar ik ga dus op een los vel werken, omdat het voor mij wat gemakkelijker is om dan dingen uit te gaan leggen. Maar mixed media pas ik eigenlijk overal op toe. Dus dat servet is mijn basis. Van daaruit ga ik verder. Nou, dan ga ik ook een beetje bekijken welke materialen ga ik dan om me heen verzamelen. Dus ik heb dat servet hier liggen en ik wilde met oxide inkten gaan werken. Nou, ik heb hier mijn kleurkaartjes. Dit is mijn manier om mijn kleurkaartjes van de oxide inkt te verzamelen. Ik kan dan heel eenvoudig kijken naar de kleuren en welke kleuren komen weer terug in mijn servet. Nou, dat is waar ik een beetje naar gekeken heb. Die inkten, en ik heb een keuze gemaakt uit 6 verschillende inkten, waarvan 5 kleuren en ik heb een zwart toegevoegd. Want een zwart is eigenlijk iets wat ik altijd toevoeg in mijn projecten. Wit en zwart is iets wat ik eigenlijk altijd toevoeg. Haalt de kleuren wat meer naar boven. En dus ik heb dat blauwe. Dat komt een beetje terug. Nou, Rustic Wilderness is een van mijn favoriete kleuren van de oxide inkt. En dat groenige, dat komt ook een beetje terug. Nou, 2 kleuren paars. Echt een hele lichte paars. Een lila kleur, die heb ik erbij gepakt. De Wilded Violet vind ik ook weer een mooie kleur paars. Komt ook weer terug. En ik heb een beetje een bruine kleur. Want ook dat bruine komt een beetje terug in mijn servet. Dus dat is de manier waarop ik heb bepaald welke kleuren oxide inkt ik bij me neer ga leggen. Ga ik alles gebruiken? Ik heb nu nog geen idee. Maar ik heb het in ieder geval bij de hand mocht ik het willen gaan gebruiken. Dus ik ga mijn kleurwaaier even aan de kant leggen. En ik ga de inkten ook even aan de kant leggen. Nou, ik zei al, ik ga werken op een los vel papier. Nou, ik ga vandaag mixed media papier van Strathmore gebruiken. Maar dit kun je eigenlijk op elk soort papier doen, mits het een beetje stevig is. Dus een beetje dik papier kun je dit allemaal op doen. Dus aquarel papier, mixed media papier, maar ook gewoon cardstock kun je hiervoor gebruiken. De producten die ik straks ga gebruiken, gaat het allemaal wel beschermen. Dus er wordt niet superveel geweld op los gelaten. Dus eigenlijk maakt het voor vanavond niet zo heel veel uit welk papier je gebruikt. Maar ik ga werken op mixed media papier van Strathmore. Mijn laatste velletje heb ik hier uitgehaald. Dus ik moet eens even kijken of ik nog ergens nieuwe kan vinden. Terwijl er van alles valt hier om me heen. Maar ik ga vanavond werken op dit velpapier. En dit is ongeveer A5 formaat voor jullie idee. Nou, ik heb inkten bij mij neergelegd. Die wil ik ook gaan gebruiken, denk ik. Archival inkt is inkt die ik veel gebruik om te gaan stempelen. Maar ook met de Black Soot van de Distress Oxide kun jij ook prima stempelen. En ook met de gekleurde inkten van de Distress Oxide kun jij ook prima stempelen. Maar de Archival inkt heb ik eigenlijk altijd bij me neerleggen. Ik vind het gewoon een hele fijne inkt om te gebruiken. Ik heb hem even bijgevuld en dat zal ik jullie ook even laten zien. Ik heb hier aan mijn karretje, ik heb zo'n IKEA karretje, maar dan van de Action. Daar heb ik allemaal van die bakjes aan hangen, die komen wel van de IKEA. En daar heb ik al mijn navul inkten in zitten. Behalve die van de oxide inkt, ga ik je straks wel even laten zien. Maar ik heb hier mijn navul inkten in zitten van de inkten die ik veel gebruik. Dus de Stazon, de Archival inkt. Maar ik heb hier ook nog wel wat anders in liggen. De Vesamark inkt heb ik hier wel in liggen. Ik heb hier meerdere spulletjes in liggen. En dat hangt dus aan mijn karretje waar ik heel veel dingen in en op heb staan. Ik zei net al, navul inkt van de Distress Oxide. Dat zijn dit soort flesjes. En ik wil jullie ook adviseren. Als jij een
oxide inkt koopt waarvan jij denkt die wil ik heel veel gaan gebruiken, koop er dan gelijk een navulling bij. Want je zult altijd zien dat ben je lekker bezig, dan ja, raakt jouw inkt op en dan is het gewoon ontzettend gemakkelijk dat je een navulling hebt. Dus heb je een kleur die je heel veel gebruikt, en ik heb hier de Vintage Photo bijvoorbeeld, dat is een kleur die ik echt heel veel gebruik, dus daar heb ik een navulling van. Voor de rest heb ik eigenlijk bijna geen navulling. Die Rustic Wilderness, daar heb ik wel een navulling van gekocht, omdat ik hem gewoon heel mooi vind en dus best wel veel gebruik. Maar voor de rest heb ik eigenlijk bijna geen navullingen van de oxide inkt. Kan ik altijd later nog wel kopen. Maar heb je dus een kleur die je veel gebruikt, ga dan gewoon een navulling gelijk kopen. Ik ga even snel gluren bij de vragen. Mijn e-mailadres info@patriciasweers.nl. Ik ga vanavond na de workshop, ga ik in de omschrijving van de live video wel even alles nog weer vermelden. Kun je dat later, en dat zal waarschijnlijk morgen zijn, dat je dat allemaal wel terug kunt lezen. Maar info@patriciasweers.nl, dat is mijn mailadres waar je mij altijd op kunt bereiken. En je mag mij ook altijd via Messenger bereiken. Dus diegenen die mij op Facebook hebben, die op de groep zitten op Facebook, Patricia's Inspiratiehoek, jullie kunnen mij ook altijd via Messenger bereiken, mocht je vragen hebben op hobbygebied. Het verschil tussen de oxides en de gewone distress inkt, Wendy. Ja, ik heb daar een video over gemaakt. Ik denk dat je dat even moet gaan kijken. Ik heb afspeellijsten gemaakt. En als jij kijkt bij distress projecten, daar staat de video wel. Het verschil tussen gewone distress inkt en distress oxide. Oxide inkt is eigenlijk een soort menging van inkt. Ja, dat is een heel technisch verhaal. Je hebt een dye inkt en je hebt een pigment inkt. De een is vermengbaar met water, blijft ook een beetje doorschijnend. En de ander is waterproof als het droog is. En die is dus opaak, zoals ze dat noemen. Daar kun je dus niet doorheen kijken. En de oxide inkt is eigenlijk een beetje een combinatie van beide. Het is niet volledig waterproof, dus het blijft altijd wel ietsjes werken. En dat komt omdat er gewoon dat deeltje in zit wat dus blijft reageren op water. Maar oxide inkt, als het droog is, kun je het gaan stapelen. En dat is wat we vandaag ook gaan doen. En, maar wil je dus echt het verschil weten, ik heb daar een uitgebreide video over gemaakt. Die kun je even terugkijken. Even kijken of er verder nog vragen tussen staan. Nee, niet zodat ik snel zie. Nou, dan gaan we door. Soms heb jij jouw oxide inkt, dan zit er best nog wel inkt in, maar is die een beetje uitgedroogd. Wil dat helemaal niet zeggen dat jij jouw inktkussentje alweer bij moet vullen, maar met een distress refresher kun jij jouw inktkussentje weer tot leven wekken. En ja, soms is de inkt echt op, dan moet je hem gewoon bijvullen, maar dus lang niet altijd. Even een keer van die refresher erop sprayen. Je kunt het ook wel met water doen, maar toch zou ik dat niet doen. De refresher, dat is gewoon daar speciaal voor gemaakt om dat vocht wat ja, eigenlijk ontsnapt is uit jouw inktkussentje, om dat weer te gaan aanvullen. Daar is die refresher ja, voor gemaakt. Dus het is echt iets anders dan gewoon een klein beetje water erop sprayen. Maar dat kan een oplossing zijn. Ik heb het onlangs weer gedaan met een aantal inktkussentjes die gewoon wat minder werden. Maar even die refresher erop en je kunt weer door. Je hoeft ze gewoon nog niet bij te vullen. Dus even een tip, ja, buitenaf. Nou, de inkten die je nog meer kunt gebruiken. Stazon inkt, daar kun je ook mee over de oxide inkt stempelen. Ik moet zeggen, Stazon gebruik ik niet zo heel vaak. Als ik op vellum ga stempelen, als ik op acetaat, dus op dat mica ga stempelen, dat doorzichtige, dan gebruik ik wel Stazon. Stazon heb je ook in leuke kleurtjes en in kleine doosjes, die zijn een stuk voordeliger. Dus ook een Stazon inkt kun jij prima gaan combineren met de oxide inkten. Maar die heb ik altijd bij de hand staan en mocht ik ze willen gebruiken, dat kan ik dat doen. Nou, ik heb ook heel veel mastencils bij me neergelegd. Allemaal verschillende soorten. Vaak zijn het wel dezelfde soort die ik eigenlijk ja, wel vaker gebruik. Dit is bijvoorbeeld een hele oude van, volgens mij Dutch Doobadoo uit mijn hoofd.
Even kijken. Ja, dus doobadoo. Ik weet niet eens of het allemaal nog te verkrijgen is. Maar dat ze. Ja, het zijn masstencils. Die heb ik gewoon altijd bij me neerleggen. Ik ben even met een scheef oog aan het kijken naar de vragen. Ik zal eens even kijken. De chalk inkt van de Action. Ja, Mirjam, ik weet niet wat dat doet. Dus ik kan je dat niet vertellen. Ik zal gewoon zeggen, probeer het uit. Het kan best zijn dat jij de kleuren, als jij ze gaat stapelen, ook al zijn ze droog en je gaat dus de laagje stapelen, dat de inkt zich blijft mengen. Dat weet ik dus niet. En ik heb die inkt, ja, ik heb het wel, maar ik heb het daar gewoon niet mee uitgeprobeerd. Ik ga vanavond echt die oxide inkten gebruiken. Nou, ik heb hier heel veel masstencils bij me neergelegd. Hele oude, wat nieuwere, van alles wat. En ja, wat ga ik gebruiken? Geen idee. Ik zie wel, ik leg het gewoon bij me naast. Natuurlijk heb ik een aantal tags bij me neergelegd. Ja, heb ik mijn materialen eruit? Ben ik lekker bezig? Pak ik gewoon af en toe even een tag erbij om gelijk voor het project creatief het jaar rond iets te doen. Dus tags heb ik ook altijd bij de hand liggen. Nou, ik heb allemaal verschillende borsteltjes bij me neergelegd waar ik de inkt mee op kan brengen. Ik heb hier make-up borstels van de Action, van AliExpress. Gewoon de goedkope borsteltjes. Moet zeggen, ik heb ze de laatste keer eigenlijk niet meer zien liggen bij de Action. Dus ik weet niet helemaal zeker of ze daar nog te koop zijn. Maar ik heb ook gewoon de blending tools heb ik ook bij me neergelegd. Je kunt ook deze sponsjes van Viva gebruiken. Als je maar iets hebt waar jij de inkt mee aan kunt brengen. En of dat nu door een stencil is of gewoon op het oppervlak, wat we straks ook gaan doen. Kijk gewoon waar jij het prettigste mee werkt. Maar ik hou ervan om van alles om me heen te verzamelen. Nou, een sprayflesje met water is iets wat ik ook altijd bij mij heb staan. Nou, de gel medium ga ik gebruiken om een beschermend laagje aan te brengen. En om mijn servet mee te lijmen. Ik heb hier een textuurpasta bij me neergelegd. En dit is een crackle. Die krijgt dus barstjes als het droog is. Het mooiste is als je dit aan de lucht laat drogen. Maar ja, ik wil vanavond door. Dus ik ga dat met een heat tool drogen. Een potje met water heb ik ook altijd bij me staan. Penselen die ik niet meer gebruik, die gaan in het water. Kan ik ze later gaan uitspoelen en drogen mij de kwasten in ieder geval niet op. Babydoekjes heb ik ook altijd bij de hand. Daar kun je ook een penseel in rollen. Blijft dan een beetje vochtig. Dus mocht je hem nog weer gebruiken, willen gebruiken, zet hem dan nog niet in het water, maar rol er even een babydoekje omheen. En ja, staat hij in het water, dan is hij toch vaak te nat. Moet je hem weer droog maken. Heel gedoe. Even een babydoekje er snel omheen rollen. En dan blijft jouw penseel ook wel een beetje vochtig. Kun je hem altijd nog weer gebruiken. Nou, keukenrol is ook iets wat ik altijd bij de hand heb als ik mixed media ga doen. En ja, dit zijn zomaar een aantal materialen die ik om me heen heb verzameld. Ik heb wat stempels gepakt die ik ook ja, mooi vindt. Misschien wil gaan gebruiken. Ik weet het nog niet eens zeker. Dit is trouwens een hele mooie goedkope stempel van Viva Decor. Zijn hele goedkope stempels. Zijn gewoon clear stempels. Maar ze zijn heel goedkoop. En ja, ik gebruik ze vaak. Goedkoop. En toch heel mooi, dus past precies in mijn straatje. Nou, ik heb hier ook nog wel een rubberstempel. Deze is van AliExpress. Die wil ik misschien nog gaan gebruiken. En ik heb even een stukje plastic bij me neergelegd. Dat wil ik ook nog gaan gebruiken. Dit is toevallig een reststukje Mica. Maar een plastic zakje. Misschien iets waar een stempel in heeft gezeten, kun je gebruiken. Misschien heb je wel een boterhamzakje bij je, ja, bij je naast liggen. Kun je ook prima gebruiken. Maar in ieder geval iets plasticsachtig ja, waar je inkt op kunt doen. En daar gaan we ook nog mee stempelen, als het ware, om extra kleur aan te brengen. Dus die heb ik nog even bij me neergelegd. Ga ik straks ook gebruiken. Nou, dat was het wel zo'n beetje qua materialen. Mocht ik nog wat vergeten zijn, komen we daar straks vanzelf op terug. En we gaan in ieder geval beginnen met de achtergrond te maken. Is iedereen er klaar voor die mee wil gaan doen? Oké, Wilma, ze zijn dus in
In combinatie met sponsjes. Nou, ik ga toch morgen nog eens even kijken bij de Action of ik wat kan vinden. Want ja, mijn borstels zijn al heel oud. En ik had er eentje en die heb ik even weggelegd. Die was losgelaten. Nou, dat hele borsteldingetje was eraf gegaan. Maar het heeft ook eigenlijk geen schuld. Dit zijn gewoon de goedkope borstels. Ik moet zeggen, ik heb de echte gevoeld op een beurs van Picket Fence. Ik vind ze verschrikkelijk duur. En ik vind het gewoon echt jammer geld. Dit zijn gewoon make-up borstels. Die zijn net zo goed. Ze voelen precies hetzelfde. Het zijn hele fijne haartjes. Dus je kunt hier gewoon heel fijn de inkt mee aanbrengen. En ik zou ze niet gebruiken voor verf. Maar voor alle soorten inkt kun je deze borstels gebruiken. Maar ik ga morgen op zoek bij de Action. Kijken of ik wat kan vinden. Nou, ik ga gewoon beginnen. Ik ga mijn papieren even aan de kant leggen. Ik wil dus dit servet, een gedeelte ervan, gaan gebruiken. En dat wil ik als eerste laagje gaan aanbrengen. En dan ben ik ook gelijk al van mijn witte achtergrond af. Soms kan zo'n wit vel papier, ja, dat kan best heftig overkomen. Dan denk je, je zit naar het witte stuk papier te kijken en je denkt, help. Hoe moet ik beginnen? Waar moet ik beginnen? Nou, dan is zo'n servet of een stuk papier, collagepapier, rijspapier, dat is ideaal om te gebruiken. Je hebt gelijk straks al een hele laag erop zitten en je hebt al gelijk een goede basis waar je mee verder kunt. Dus ik ga beginnen om een gedeelte van dit servet eruit te halen. En dat ga ik heel eenvoudig doen. Ik heb hier gewoon een aquarelpenseel. Maakt niet zo heel veel uit. Ik pak mijn pot met water. En ik ga met mijn penseel gewoon hier langsheen. Iedere keer even mijn penseel weer nat maken. En ik teken er eigenlijk een randje langsheen. En ik laat het niet te veel indrogen. Dit is nu nat en je kunt het nu heel eenvoudig gaan scheuren. Dit stuk leg ik weg. Dat kan ik later nog gaan gebruiken. Nou, ik was hier ook al langs gegaan. En waarom scheur ik dit? Dan krijg je een heel onregelmatig randje. En dat zie je straks niet meer terug. Dat hele kleine stukje doe ik weg. Nou, ik vind dit ook een hele mooie rand, dus die wil ik ook gaan gebruiken. Dus ik ga hier gewoon even langsheen. En dit kun je ook met rijspapier doen op deze manier. Ook dit stuk leg ik weg. Kan ik nog weer ergens anders voor gebruiken. Dit is een hele rechte rand en die wil ik ook weg hebben. Dus ik ga hier ook nog even langs. En ik haal dit stukje ook even weg. Nou, je hebt nu een heel onregelmatig randje. En daar kun je een beetje bij gaan werken. Wat ik meestal even doe nu, dan pak ik mijn papier of waar ik het ook op wil hebben erbij. En dan kijk ik even, past het erop? Is het te groot? Of moet ik er nog ergens een stukje van af gaan halen? Nou, hij past wel, maar ik wil er toch nog een klein stukje van af gaan halen. Dus ik ga even kijken. Ik ga het toch hier aan deze kant een beetje doen. Ik vind die rand namelijk heel mooi. Dus die wil ik wel een beetje houden. Dus ik ga er gewoon nog een klein meer ietsjes van afhalen. Ik ga toch ook nog even iets langs dat randje. Een klein stukje er nog van af. Niet te veel, want ik wil echt dat randje gaan behouden. Maar je hebt nu gewoon een heel onregelmatig. Waarom maak ik dat nat, Marleen? Dan scheurt het gewoon wat gemakkelijker. Natuurlijk kun je dit ook gaan knippen.
Vind je dit scheuren eng? Maar dat is echt niet eng hoor. Moet het gewoon eens proberen. Probeer het eens met een stukje keukenrol bijvoorbeeld. Ook daarmee kun je dat doen. Dan kun je dat gaan oefenen. Dus gewoon een velletje keukenrol. Dan ga je dat met een penseel iets nat maken. En dan kun je het gewoon wat gemakkelijker scheuren. Dus vandaar dat ik het nat maak. En dan heb ik gewoon een heel onregelmatig randje. Kijk, en nu past het er wat beter op. Dit is hoe ik het hebben wil. Dus het past erop. Ik kan het nog omhoog gaan doen. Ik kan het naar beneden. Ik kan er alle kanten nog mee op. Ik zou hem zelfs nog schuin kunnen gaan doen, mocht ik dat willen. Maar ik vind dat niet zo mooi met deze rand. Dus ik laat hem in deze recht. Heeft iedereen een beetje bedacht wat ze op die achtergrond als eerste laagje willen doen? En zijn jullie zover dat jullie dit bijna klaar hebben? Want dit servet gaan we natuurlijk niet zo erop verlijmen. Misschien weten jullie wel dat een servet uit meerdere lagen bestaat. Als ik dit ga scheuren, doe ik dat altijd in alle lagen. En dat doe ik heel bewust, omdat dit gewoon heel fragiel is. Dat eerste laagje, wat we straks gaan gebruiken, is gewoon heel fragiel. En vandaar dat ik het gewoon met alle laagjes tegelijk scheur. Iedereen is klaar. Ja, we gaan nu de laagjes uit elkaar halen. En dat is heel leuk en spannend om dit te doen. Nou, ik denk dat ik geluk heb. Je haalt het bovenste laagje haal je eraf. En soms, je ziet hier nog heel lichtjes een afdrukje. Ik leg dit meestal weg. Dit kan ik altijd nog weer gebruiken in een of ander project. Meestal heb ik wel een bakje waar ik dit in doe. En dit servet bestaat uit 3 lagen. Ik zal het even laten zien. En dus de bovenste laag, dat is de mooiste. Daar zit dus de afbeelding op. En dan zitten er meestal nog 1 of 2 laagjes. En dat zijn dan witte laagjes onder. En die haal ik er dus af. Die leg ik weg. Die gaan we voor iets anders gebruiken. Ja, dat kan. Je kunt het ook uit 1 laagje en dan uitscheuren. Maar ik doe het eigenlijk altijd uit alle laagjes. Omdat het dan gewoon wat, ja, wat minder kwetsbaar is. Nou, wij moeten dit laagje nou gaan verlijmen op het papier. En dat ga ik dus doen met een gel medium. Nou heb je van een gel medium heb jij een gloss versie en je hebt een matte versie. Ik gebruik altijd de matte versie. Gebruik jij de gloss versie, dan zal jij een heel laagje moeten aanbrengen. Anders zie jij dat altijd terug. En gebruik je een matte versie, dan hoef je niet een heel laagje aan te brengen. Dan kun je eigenlijk alleen het servet gaan verlijmen. En dan is het ook oké. Ik ga in dit wel het hele papier beschermen. Ik zei al, het maakt eigenlijk niet uit op welk papier jij gaat werken vanavond. Want ik ga er gewoon een heel laagje straks met die gel medium overheen doen. Dan is mijn papier gewoon beschermd. Dus of jij nu een aquarelpapier hebt gepakt of een gewone kaartstok, door dit laagje is het gewoon beschermd en kun je er net iets meer mee gaan doen. En zou je dit dus ook zelfs nog in jouw junk journal kunnen doen, doordat jij er gewoon een extra laagje overheen gaat doen. Die oxide inkten die we gaan gebruiken, daar komt straks niet super, super veel water aan te pas. Dus het kan prima, je kunt het op elk papier doen. Nou, die gel medium, ik vind dat het fijnste om dat gewoon met een penseel, een oude kwast aan te brengen. Ik heb daar meestal altijd een en dezelfde kwast voor. Ik ga een flink laagje op het papier aanbrengen waar ongeveer dat servet moet komen. Gewoon een lekker laagje. En ik weet dat dit heel lastig is te zien. Nou, ik zit te kijken op de camera. Je ziet het wel een beetje, een glimmend laagje. Nou, ik leg mijn servet erin. Ik pak gelijk wat van die gel medium erbij. En ik duw het eigenlijk vast. En doordat ik het vast ga duwen, komt het gelijk recht. En even wat extra erbij pakken. Een flink laagje, helemaal niet erg.
En jouw servet is gelijk beschermd op deze manier. Doordat je dat even snel hebt gedaan, zit hij er mooi rechtop. Zou er een foutje in zitten? Zou er een bobbeltje in zitten? Ik vind het niet erg. Ik zeg dan altijd, geef net iets meer structuur. Nou, ik zei al, ik wil even snel het hele papier doen. Ook hier vind ik het niet erg dat ik die brushstrokes, dus die strookjes allemaal zou zien. Ik heb mijn avond niet, jongens, dus bereid je maar vast voor. Ik laat echt van alles uit mijn handen vallen vandaag. Maar ik ga er even snel overheen en dan is gewoon mijn papier helemaal beschermd. Nou, die gel medium zo snel mogelijk weer dicht doen, dus ben je dat niet nodig. Die pot gewoon even sluiten. Nou, ik weet niet of ik mijn gel medium vanavond nog nodig ben, dus wat doe ik even? Ik pak gewoon even een babydoekje. En die wikkel ik er even omheen. Kan ik mijn penseel aan de kanten leggen. En ben ik hem nog nodig, kan ik hem snel even gebruiken. Nou, dit laagje, dit moeten we gaan drogen. En dat drogen... Oh, er gaat alles mis. Mijn microfoontje die valt. Ben ik nog verstaanbaar, jongens? Kunnen jullie mij nog horen? Mijn microfoontje die viel uit mijn handen. Nee, het maakt niet uit op welke laag van het papier. Oh, dankjewel jongens. Het maakt niet uit op welk laagje je dat doet, Carla. Er komen zoveel laagjes nog overheen en je vindt dat eigenlijk niet weer terug straks. En ik vind het bijvoorbeeld ook heel mooi dat ik straks al die penseelstreekjes allemaal nog zie. Dus ik vind dat niet erg dat jij iets van structuur ziet op jouw papier. Gelukkig, ik ben nog hoorbaar. Ik heb hier mijn heat tool van de Razer. Ik ga dit even drogen met de heat tool. Je kunt dit ook aan de lucht laten drogen, maar ik wil wel door. Dus ik ga het met de heat tool doen. Voor diegenen die met een koptelefoon opluisteren, eventjes je koptelefoon af. Dit ding maakt gewoon iets lawaai en het zal misschien niet prettig zijn om te luisteren. Maar ik ga jullie vanavond elke keer wel vertellen als ik mijn heat tool ga gebruiken. Dus misschien eigenlijk wel prettig als je mij nou niet zou horen. Dus wees er even op verdacht. Ik ga mijn heat tool aanzetten en ik ga deze laag nu in ieder geval even drogen. Ik gebruik de heat tool van de Razer en deze maakt gewoon niet zo heel veel lawaai. Hij wordt niet super heet. Zou je hiermee gaan embossen, dan zou ik toch wel een andere heat tool voor gebruiken. Maar voor het drogen van jouw materiaal, van jouw laagjes, is deze heat tool eigenlijk super ideaal. Dus ik voel tussendoor even, dit gaat best wel snel. Ik leg straks aan het eind, leg ik mijn pagina nog even onder druk weg. Dus ik maak mij ook helemaal niet druk over dat het papier misschien iets gaat bobbelen, iets gaat kromtrekken. Helemaal niet erg in dit stadium. Maak ik mij absoluut niet druk over. Maar jouw laagje moet in ieder geval even goed gedroogd zijn. Nou, de heat tool weer aan de kant. Ik ga even met een babydoekje hier snel even een beetje onderdoor. Even een beetje mijn werkvlak schoonhouden. Iets wat ik eigenlijk altijd doe als ik mixed media aan het doen ben. Ik zorg altijd dat mijn werkvlak zo schoon mogelijk blijft. Een oude poetsdoek, t-shirts van mijn man, die knip ik gewoon aan stukjes. Gebruik ik als poetsdoek.
Ze gaan af en toe in de was. Wat eruit gaat, gaat eruit. Wat erin blijft, blijft erin. Doen we niet zo moeilijk over. Nou, we hebben het eerste laagje gemaakt. En ik denk dat jullie nu wel zien dat er gelijk al heel wat aan de hand is op die pagina. Je ziet gelijk dat witte is eraf. En je hebt al gelijk een hele goede basislaag gemaakt waar je mee verder kunt. Dus zie jij gewoon enorm aan tegen het witte vlak. Weet je niet goed hoe je moet beginnen. Je begint gewoon met een servet. En je hebt gelijk al een heel groot gedeelte van jouw achtergrond heb jij klaar. Deze ga ik ook gelijk al als focal point straks gaan gebruiken. Dus die vlinder die zal je straks als eerste zien. Nou, dan is het alleen straks als die hele achtergrond klaar is. Alleen nog maar een kwestie van een mooie tekst erop. En dan heb je eigenlijk al een hele mooie pagina gemaakt. Nee, dat klopt. De heat tool van de Ranger maakt gewoon niet zo superveel lawaai. En vind ik wel prettig, zeker als ik lekker bezig ben. Dingetjes moet drogen tussendoor. Ja, ik vind het gewoon niet prettig. Mijn roze vaten, zoals ik hem noem, die maakt gewoon behoorlijk veel lawaai. En in een workshop of tijdens een andere video op YouTube, mocht ik hem gaan gebruiken, dan knip ik het er altijd tussenuit. Want het is gewoon niet prettig om naar te luisteren. Nou, is iedereen zover? Heeft iedereen de servet of wat je er ook op wil erop gelijmd? En is de laag goed droog? Je laag moet echt goed droog zijn voordat je verder gaat. Nou, ik zie de eerste zekers al voorbij komen. Nou, kijk, daar komen de reacties. Nou, dan gaan we verder. Nou ja, dit is natuurlijk geen gezicht. En ik wil nu kleur gaan aanbrengen. En dat ga ik dus doen met die oxide inkten. En ik ga gewoon die kleurtjes bij me neerzetten. Die zwart, die zet ik nog even aan de kant. Gaan we later gebruiken. Maar ik ga de kleurtjes even een beetje ordenen. Even mijn ruimte weer maken. Dus even mijn penseel aan de kant. Nou, ook voor de oxide inkten geldt, laat die doosjes niet langer openstaan dan nodig is. Dus ben je een kleur even niet nodig, doe er even het deksel op. En op die manier hou je gewoon die inkt gewoon wat langer goed. Nou, hoe begin ik nou? Ik heb al gezegd, ik heb een beetje kleurtjes uitgezocht die bij deze achtergrond passen. Nou begin ik zelf altijd bij de lichtere kleuren. Dus ik ga nu de kleuren aanbrengen op die achtergrond. En ik begin altijd met de lichtere kleuren. Distress oxide inkten kun jij gaan stapelen. Dus je gaat tussendoor de laagjes drogen. En vervolgens kun je daar een nieuw laagje over gaan aanbrengen. Je kunt voordat je dat gaat drogen er nog allerlei leuke dingetjes mee doen. Maar je kunt je achtergrondjes meemaken. Je kunt er spettertjes in gaan maken. Je kunt er nog van alles mee gaan doen voordat je het echt definitief gaat drogen. Maar ik begin dus met de lichtste kleur om die aan te brengen. En nu weet ik, die lichte kleur paars die ik hier heb, die kan ik best gaan mengen met deze donkere paars. En ik zou hem zelfs nog een beetje kunnen gaan mengen met die blauwe kleur die ik daar heb. Ga ik dat paars mengen met deze groen, dan denk ik dat ik bruin krijg. Dat ik in ieder geval geen mooie gemengde kleur zal gaan krijgen. Dus daar moet je even over nadenken. De kleuren die jij hebt gepakt, wat doen ze als ze nat zijn? Gaan ze mengen? En zo ja, hoe gaan ze dan mengen? Mengen ze bruin of mengen ze misschien een hele mooie tussenkleur? Want dat kan natuurlijk ook. Dat is even waar je over moet gaan nadenken. En dat is iets wat, heb ik ook al eens een video over gemaakt, de kleurenleer. Hoe werkt dat nou met de kleuren, de primaire kleuren, de secundaire kleuren? Nou, daar heb ik ook al eens video's over gemaakt. Je hebt koele kleuren, je hebt warme kleuren. Nou, paars is een tussenkleur. En paars past eigenlijk bij de koele kleuren, maar past ook bij de warme kleuren. Dus het is een van mijn lievelingskleuren, paars. En ik mag het gewoon graag gebruiken in mijn projecten. Dus ik ga beginnen met de lichtste kleur. Dus ik ga deze even iets opzij schuiven, dat ik gewoon wat ruimte heb. Die lila kleur. En dan ga ik even kijken
Ik ga een borsteltje pakken in deze. Vind ik wel gemakkelijk. Maar heb jij een blending tool? Kun je ook prima gebruiken. Heb je een ander soort sponsje? Kun je ook prima gebruiken. Het is de bedoeling dat jij wat van die inkt gaat aanbrengen op het papier. En ga ook rustig een beetje over dat servet heen. Helemaal niet erg. Ik denk hier niet over na. Mijn doel is om gewoon wat kleur in die achtergrond. Dat witte, dat moet er straks vanaf. En ja, je ziet die servet nog een beetje. Vind je straks niets van terug. We gaan de laagjes opbouwen. Nou, ik weet dus dat dat paars, dat lila, dat kan wel mengen met die wat donkere paars. Dus die ga ik gelijk gebruiken. Ik ga niet iets drogen. Ik ga gewoon door. Denk ik van, oeh, ik moet hem even iets afdeppen. Ik werk op een kraftmat. Iets wat ik altijd doe als ik mixed media aan het doen ben. Of ik werk op mijn glazen mat. Of ik werk op een kraftmat. Ik ga wat van die donkere inkt aanbrengen. En dat ga ik gewoon door die natte inkt doen. Het mag een beetje mengen. Helemaal niet erg. Dit gedeelte is eigenlijk iets waar je gewoon niet te veel over na moet denken. Je bent gewoon lekker aan het spelen met jouw materialen. Het enige waar je over na moet denken is hoe gaat het zich mengen. Passen de kleuren bij elkaar of niet? Maar ik denk er gewoon niet te veel over na. Het is de bedoeling dat er wat kleur op die achtergrond komt. Nou, dan pak ik ook gelijk even en ik leg mijn borstels er even bovenop zoals je ziet. Dan kan ik later altijd die borstel er nog weer bij pakken. Ik heb meestal voor elke kleur wel borstel. Ik vind het gewoon wat prettiger werken. Maar even een velletje keukenpapier naast je neerleggen. Ga je even met het borsteltje overheen. En dan kun je hem eigenlijk ook alweer gebruiken voor een andere kleur. Nou, ik wil dat blauwe. En ik weet dat het blauwe best wel fel gaat worden. Dus wees daar even een beetje voorzichtig mee. Niet te veel druk uitoefenen. Maar dit kan ook weer gaan mengen met elkaar. Helemaal niet erg. En dit is nog maar een eerste laagje wat je aanbrengt. Ik ga dit laagje in ieder geval alvast een beetje drogen. Zodat ik daar gerust met een andere kleur straks overheen kan. Zonder dat mij alles gaat mengen. Dus voor diegenen die luisteren met een koptelefoon. Ik ga weer even met mijn heattool aan de slag. En ik ga dit even drogen. Tine, de kraftmat. Ja, ik heb hem gekocht bij Hobby Shop Online. Dit is echt de hele grote. Hij is er ook nog een slagje kleiner. Dit is geloof ik de, wat zal het zijn, 50 bij 80 geloof ik. Dit is echt de hele grote, maar hij is er ook nog een slagje kleiner. Hij is van Craft Emotions en ja, ik ben er gewoon ontzettend blij mee. Hij is ook zelfklevend, dus hij blijft mooi, ja, echt goed liggen op je werkvlak. Je moet er natuurlijk niet met een mes op gaan, maar voor de rest, je kunt er eigenlijk met van alles wel op. En ja, je krijgt hem ook weer goed schoon. Goedenavond, Annette. Je hebt ons gevonden. We zijn al begonnen, maar kijk gewoon rustig mee. Dan kun je later wel even weer het beginnetje terugkijken hoe we zijn begonnen. Maar we zijn begonnen met een servet om de witte achtergrond wat te doorbreken. Nou,
Ik heb hier een eerste laagje erop zitten. En ik wil nu eigenlijk nog wat meer laagjes gaan doen. Nou, dat kun je gaan doen met jouw borstel. En er zal nog genoeg inkt op zitten. Dus even de borstel een beetje schoonmaken om de kleur wat meer te activeren. En je ziet dat hij echt gaat reageren op die streepjes van de gel medium. Nou, ik vind dat altijd wel mooi. Ik vind dat wel een mooi effect geven. Dus even de borstels een beetje schoonmaken. Nou, wat ik nu wil gaan doen. Ik wil vast wat meer structuren gaan aanbrengen. En dat kun je natuurlijk doen met een mastencil en daar jouw inkt doorheen gaan werken. Maar ik ga de smooshing techniek nu gebruiken. En ik ga wat inkt op dat stukje plastic doen. Ik ga dat een beetje nat sprayen. En ik ga daarmee beginnen met die blauwe. Dus ik ga die blauwe op dat stukje plastic stempelen. Ik pak mijn sprayflesje met water. Ik ga hem wat nat sprayen. Hoeveel water moet je nu gebruiken? En je kunt dit natuurlijk ook gewoon prima op je krafmat doen. Dat is ook een soort van plastic laagje eigenlijk. Maar dan kun jij niet zien wat jij doet. Door een los stukje plastic te gebruiken kun jij dus zien wat jij doet. Hoeveel water moet jij sprayen tot jij allemaal van die belletjes ziet komen. Dan heb jij genoeg. Je moet namelijk niet te veel water gaan gebruiken. Nu ga ik dus op bepaalde plekken ga ik dus wat stempelen met die inkt. En ik heb daar nu nog wat inkt op zitten. Pak ik gelijk even een tag. Die leg ik er even bij naast. Zonder om dat zo weg te vegen. Ik kan het nog een beetje extra gaan nat sprayen. En ik stempel eigenlijk dat plasticje. Stempel ik gewoon af op een tag. Leg ik weer weg. Kan ik later weer gebruiken voor een projectje. Nou, ik maak even mijn plasticje een beetje schoon. Werken met oxide inkt en je krijgt er wel vieze handen van. Maar ik zeg altijd water en zeep. En mijn scrubby, dat is zo'n soort puinsteentje eigenlijk van Ranger. En dan moet ik zeggen, je hebt de oude scrubby en je hebt de nieuwe scrubby. En daar zit wel een verschil in. Ik vind de oude vind ik wel fijner dan de nieuwe. Ik heb de nieuwe hier liggen. Moet ik even voorzichtig dat de microfoon weer afgaat. Dit is het nieuwe scrubby van de Ranger. En dit is een ovale. De oude zijn die grijze ronde. Dat zijn de oude versies van de scrubby. Die vind ik wel iets fijner, moet ik zeggen. Maar ook deze doet het prima. Je krijgt er eigenlijk alles mee van jouw handen. Dus heb je inkt aan je handen, heb je verf aan je handen. Even waterstip en een scrubby en je hebt je handen weer schoon. Met een oortje inderdaad. Nou, die heat tool is gewoon een hele fijne heat tool. En Annette geeft niks dat je te laat bent. Mijn heat tool van Ranger, die maakt gewoon niet zo heel veel lawaai. En dat is gewoon heel prettig, ook als jij er zelf mee werkt. Nou, ik heb hier dat gestempeld en ik wil dit laagje gewoon weer gaan drogen. Want ik wil datzelfde nog met andere kleurtjes gaan doen en ik wil niet dat ze gaan mengen. Dus ik ga gewoon dit even weer drogen. Sorry voor degene met de telefoon en de oortjes. Maar ik moet dus even dit laagje weer gaan drogen. Nou, je ziet al dat het servet, doordat jij die kleuren hebt aangebracht, al veel meer in die achtergrond zit. Je ziet het al veel minder dat jij bent begonnen met dat servet. En dat komt gewoon doordat je die laagje gaat opbouwen. En dit kun je dus echt doen met die oxide inkt. Dit lukt jou niet met de gewone distress inkt. Daar kun je niet die laagjes zo mooi mee opbouwen. De gewone distress inkt blijft mengen. Blijft reageren op water, op andere laagjes, mediums die jij eroverheen gaat doen. Dus wees daar even op verdacht. Ik zie dat daar nog een beetje water. Nee. Soms dan, als ik het wat ga
tikken, dan gaat het in één keer lopen. Zit er een hele dikke druppel op. En ja, ik vind het mooi dat je dan die druppels allemaal krijgt. Dat het allemaal gaat lopen. Dat geeft allemaal interesse in jouw pagina. Dus ik vind dat nooit zo erg. Dit is echt gewoon lekker spelen wat je doet. Nou, dit laagje moet echt even goed droog. Hoe kun je nou zien dat het droog is? Nou, als het niet meer glimt, dan is het droog. En de oxide inkt, zeker als je daar met wat water op hebt gedaan, dan krijgt het een beetje een melkachtige uiterlijk. En dan zie je dus, dan is het droog. Zie je het nog een beetje glimmen, dan is het nog niet helemaal droog. En moet je het even gaan drogen met jouw heat tool. Het is nog niet helemaal droog, maar het is droog genoeg. Ik kan wel weer gaan verder gaan. Nou, ik heb hier mijn stukje plastic nog liggen. En ik wil ook wat van die paarse inkt gaan doen. Dus ik ga het even een beetje aan de kanten. Dus ik ga hetzelfde doen. Ik ga wat van die paarse inkt. Gewoon op dat velletje, mica in mijn geval. Maar je kunt hier elk stukje papier voor gaan gebruiken. Je wacht dus tot die druppeltjes ontstaan. Dan heb jij jouw alles goed nat gemaakt. En ik ga weer wat stempelen. En dit kun je natuurlijk ook op je krafmat doen, zoals ik al zei. Alleen dan zie je niet wat jij doet. Dan heb jij jouw papier andersom en zie jij gewoon echt niet wat jij aan het doen bent. En door dit op een gewoon stukje plastic te gaan doen en dan te gaan stempelen, zie jij dus precies waar jij jouw kleur aanbrengt. Op dit laag ga ik weer even drogen en daarna ga ik groen toevoegen. En dat is natuurlijk heel spannend, want zou je dat gaan mengen, heb je het niet helemaal goed droog, dan gaat het bruin mengen. In dit geval nog niet zo heel erg, want er zit ook een beetje bruin in het servet. En ik wil de bruin ook nog wat terug gaan laten komen straks. Maar ik wil straks dus nog wat van die vlekjes eigenlijk gaan maken met de groen. Maar ik ga dus eerst weer mijn laagje goed drogen. Kan ik ondertussen even kijken naar de commentaren. Ja, die vlinder is mooi, hè. Ik heb gelukkig van dit servet heb ik er meerdere gekocht. Maar ik koop dus mijn servetten meestal per stuk. Heel af en toe heb ik wel een pakje van 5 bijvoorbeeld. Craft Emotions heeft servetten die zitten per 5 verpakt. Die zijn ook niet duur. Maar er zijn dus winkels online waar je servetten los kunt kopen. En ook bij hobbywinkels kun je soms servetten loskopen. Ja, en dat scheelt natuurlijk. Want je ziet gewoon dit servet. Daar kan ik gewoon 4 van die vlinders uithalen. Dus ik kan daar 4 projecten mee maken. Ik heb er al eerder een Art Journal pagina mee gemaakt. Volgens mij heb ik hem ook gefilmd voor YouTube heel lang geleden. Maar ik heb een heel kratje vol met allemaal servetten. En ik vind het gewoon superleuk om af en toe te gebruiken. Ik heb bijvoorbeeld ook een heel mooi houten dienblad gemaakt met een servet. En dan ook in plaats van inkt heb ik er met verf omheen gewerkt. Dus ook dat kan. Ik gebruik nu vanavond de oxide inkt, maar je kunt dit natuurlijk ook prima met verf gaan doen. Nou, ik denk dat het al wel aardig droog is. Even een klein beetje droger. Ik wil echt zeker nu zijn dat het goed droog is voordat ik verder ga. Je ziet, mixed media is iets wat jij niet eventjes doet. En het is vaak laagjes drogen, soms aan de lucht laten drogen. Maar je bent hier niet met 5 minuten mee klaar. Het is een project waar je echt even de tijd voor moet nemen. En waar je gewoon lekker mee kunt relaxen. Want dat is heel belangrijk bij mixed media, dat jij gewoon lekker gaat ontspannen.
Ondertussen kijk ik natuurlijk elke keer naar mijn pagina. Hoe vind ik hem worden? Waar vind ik dat er nog wat moet worden bijgevoegd? Ik zei al, ik wil wat van die groen toe gaan voegen. Want er zit gewoon wat groen in dat servet. En dat wil ik terug laten komen. Zou ik dat niet terug laten komen, dan lijkt het gewoon een beetje raar. Dan denk je van, huh? Dat groen, waarom? Waarom, ja, dat past er dan op een gegeven moment eigenlijk niet bij. Dus de kleuren die in het servet zitten, wil ik op een of andere manier terug laten komen. Zodat dit eigenlijk een mooie achtergrond vormt. En ik ga straks die vlinder wel wat accentueren nog, maar dat is voor later allemaal. Ik wil dus eigenlijk even hetzelfde nog weer gaan doen. Dus ik pak gewoon mijn stukje plastic er weer bij. Ik ga gewoon wat van dat groen erop stempelen. Ik ga dit even weer nat sprayen. En ik ga gewoon weer her en der wat van dat groen terug laten komen. En natuurlijk, ik pak gelijk mijn tag erbij. Dit is al wel droog, dus ik kan er rustig overheen. En de rest maak ik even snel schoon met een babydoekje. En dat babydoekje gaat ook lang mee trouwens. Kun je genoeg dingetjes mee schoonmaken. Ik leg dit even aan de kant. Ik ga even mijn werkvlak weer een beetje schoonmaken. En natuurlijk moeten wij dat laagje weer drogen. En dan lassen we even een mini pauze in. Hebben jullie vragen, dan kunnen jullie ze mij gaan stellen. En dan kan ik die vragen even beantwoorden. En als iedereen dan zover is, dan kunnen we weer doorgaan. Dus ik ga dit even drogen. En dan is er even ruimte voor jullie. Mochten jullie vragen hebben, dan stel ze mij. En ik hoop dat jullie na vanavond een beetje de idee erachter leren. Hoe bouw ik zo'n pagina op? Waarom maak ik bepaalde beslissingen? Waar doe ik nog wat bij en waar juist niet? Wanneer stop ik? Dat is iets wat ik jullie echt vanavond wil gaan leren. En we zijn echt die 2 uur wel nodig. Dus blijf lekker zitten, zou ik zeggen. En we hebben nog een uur en ik denk dat we dat uur ook echt wel nodig zijn vanavond. Mixed media is iets wat niet snel is, wat eigenlijk best wel even lang duurt. Ik zal deze ook even drogen. Zo, nou, dit kan wel even verder drogen. Ga ik even kijken, hebben jullie nog vragen aan mij? Zijn jullie ook al zover met jullie achtergrond dat jullie naar een volgende stap kunnen? Ik wacht gewoon even rustig. Ik weet dat er een vertraging op zit. Voor mij soms best wel lastig. Dan wil ik door en dan zie ik nog wat komen. Nee, dat groene, dat is zo'n mooie kleur. De Rustic Wilderness. Ik vind dit zo'n ontzettend mooie kleur. Dit is echt een van mijn lievelingskleuren van de Distress Oxide. Ik vind dit ook een hele mooie kleur voor de kerst om te gebruiken. En het is een vrij nieuwe kleur van de Oxide. Maar ik vind hem gewoon ontzettend mooi. En je ziet gewoon hoe mooi het eigenlijk past bij dat paarse. Alleen je moet het niet gaan mengen met elkaar. Want dan, dan wordt het gewoon een vieze kleur. Een beetje bruinachtig. En dan is het gewoon niet mooi. Maar op zich past dit gewoon allemaal perfect bij elkaar. Vind ik. Ik vind dit een hele mooie combi. Maar dat is echt het voordeel van die oxide inkt. Je kunt dus die kleuren gewoon bij elkaar gaan gebruiken. Zonder dat je het gaat mengen met elkaar. Ik wacht nog heel even tot iedereen zover is. Even kijken. Nou, ik ga hem toch nog even een beetje verder drogen.
Er zijn toch nog wat plekjes hier van die groen wat niet helemaal droog is. Dus ik wil echt even dat het helemaal droog gaat worden. Ondertussen kijk ik nog even of er nog reacties zijn. Ja, dat is een workshop. Dat is een betaalde workshop die ik heb gemaakt. En dat is op een besloten groep op Facebook. Maar je kunt hem ook op YouTube kijken. En zou je daar meer informatie over willen, moet je mij even mailen. info@patriciasweers.nl. Ik ga het allemaal wel even vermelden in de omschrijving van deze video, maar dat is morgen pas zichtbaar. Hoe je daar naartoe kunt mailen. En dat is een workshop waarin ik de basis laat zien van mixed media en hoe je bepaalde dingen kunt opbouwen. En net iets meer diepte erin als vanavond. Ik laat vanavond maar één klein aspect zien. En die workshop wat ik gemaakt heb, dat is gewoon een uitgebreide workshop. Maar veel dieper erop in. Ja, en dat ga ik natuurlijk niet doen tijdens een gratis workshop. Je werk trekt helemaal krom. Helemaal niet erg. Wat je altijd kunt doen, is dat jij straks jouw werk even onder druk weg gaat leggen. Dat is iets wat ik altijd doe. Dan leg ik hem even. Ik heb van die mappen, daar kon jij dice in opbergen. Van die magneetmappen. Ik had ze van Joycrafts. Je had ze geloof ik ook van Marianne de Saint vroeger. Maar ik heb die grote van het Joycrafts. Maar ja, ik had zoveel malletjes, zoveel dice. Die pasten er echt allemaal niet meer in. Ik heb daar inmiddels een ander systeem voor. Maar die mappen heb ik er nog liggen. En daar doe ik dus mijn werk onder leggen. En dan ligt het onder druk weg. Laat ik het gewoon een nachtje liggen. Dan haal ik het de volgende dag eronder weg. En dan is het eigenlijk wel rechtgetrokken. En dan komt dat er altijd nog wat vocht in het papier blijft zitten. En dan gaat het eigenlijk altijd wel weer recht. Dus maak je daar niet te druk om. Het gaat later echt wel weer goed komen. Nou, we hebben nu een laagje aangebracht, maar ja, er kan natuurlijk nog veel meer bij. Ik heb voor nu wel even genoeg kleur, dus ik ga mijn inkten even iets aan de kanten leggen. Ik wil wat structuur gaan aanbrengen en ik ga dat doen met een crackle pasta. Maar heb jij een gewone structuurpasta, kun je ook prima gebruiken. En ik heb al eens laten zien hoe je met een gesso ook zelf een structuurpasta kunt maken. Gesso, beetje babypoeder er doorheen roeren. Beetje bloem kan ook, maar ik vind babypoeder altijd lekker ruiken. En dan kun jij ook gemakkelijk zelf jouw eigen structuurpasta maken met gesso of met witte verf, wat je eigenlijk maar wil. Dan kun je dus een structuurpasta maken wat dikker is. Maar ik ga vandaag een crackle paste gebruiken. Deze is van de Distress. Ik moet zeggen, mijn pasta, en misschien dat je het nog wel iets kunt zien. Dit is al best een oud potje. En hij was gewoon, er zat een beetje schimmel in. Er was schimmelvorming ontstaan. En dat is iets wat op den duur gewoon gebeurt. En dat is bij heel veel producten. Het droogt uit. Er kan schimmel ontstaan en dit is niet onbeperkt houdbaar. Dus heb jij zo'n pot, tuurlijk, je kunt er wel eventjes mee doen, maar het is niet onbeperkt houdbaar. Dus als jij zo'n potje hebt, je moet het gewoon gebruiken, je moet het gewoon opmaken en daarvoor is het ook bedoeld. Dus ga jij zo'n duur potje kopen en je gebruikt het één keer, je zet het weg, je gebruikt het niet meer, je wilt het over een jaar uit de kast halen, dan kan het dus zijn dat het helemaal opgedroogd is. Zijn er wat maniertjes voor om dat wat te stoppen, dat het niet zo snel gebeurt. Maar het beste is gewoon om het op te maken. En dat is de enige tip die ik echt kan geven. Nou, ik ga even kijken. Ik ga die tekst even aan de kant leggen. Wat wil ik gaan doen? Ik wil wat van die structuurpasta door een masstencil gaan doen. En ik ga eventjes een beetje dingetjes aan de kant leggen. Ik zit even te denken, wat wil ik dan gaan gebruiken?
ik denk dat ik voor deze ga. Dit zijn cirkeltjes. Dit is ook een masstencil van Dutch Doobadoo. Ik zal het nummer even noemen. Het is een stencil wat ik best wel veel gebruik. De 470715179. Ik zal hem er morgen even bijzetten in de omschrijving. Dan kun je dat misschien nog terugvinden. Ik wil hier wat structuren gaan aanbrengen. En hoe begin je? Waar ga je structuren aanbrengen? Waar juist niet? Nou, die vlinder, dat moet vrij blijven. Dus daar kom ik niet aan. Je ziet al met die kleuren wat ik heb aangebracht, dat ik rondom die vlinder blijf. En ik doe dus echt rondom die rand als het ware. Daar gebeurt van alles. Dus ik wil hier op dit plekje, daar zit nog niet zo heel veel. Ik weet niet, zien jullie dit? Dit plekje, daar is nog niet zo heel veel aan de hand. Dus hier wil ik wat structuur gaan aanbrengen. Dus dan pak ik mijn masstencil. Ik pak gewoon een spateltje. Ik pak wat van die pasta op. En dit is gewoon een heel simpel, goedkoop spateltje. Ik heb hier mijn dure ook wel liggen. Dit is een mixed media spatel van Nuvau. Is ook heel fijn om te gebruiken. Dit is van siliconen materiaal gemaakt. Heel gemakkelijk schoon te maken. Maar zo'n goedkoop spateltje doet het ook prima. Nou, ik heb wat van die pasta eraan. En die duw ik eigenlijk door het stencil heen. En dat ga ik niet op een nette manier doen. Ik pak het stencil op en ik trek het er in één keer vanaf. Ik heb daar, want daar was niet zo heel veel aan de hand, daar heb ik wat structuur aangebracht. Nou, hier vind ik ook zo'n plekje. Nou pak ik hetzelfde stukje eigenlijk van dat stencil. Ik pak eerst even een beetje van die pasta op. Niet te veel. Ik pak datzelfde stukje van het masstencil, want dat scheelt straks weer schoonmaken. En ik ga gewoon hetzelfde weer doen. Dus ik duw wat van die pasta door het stencil heen. Heb jij het toch niet helemaal goed gedroogd, dan zul je zien dat het een beetje gaat werken, die pasta. Dus helemaal niet erg. Je ziet dat blauwe komt er een beetje doorheen. Ik weet niet eens of het echt zichtbaar is op camera. Maar het blauwe trekt er een beetje doorheen. En dat komt ook wel. De oxide inkt blijft altijd iets reageren. Er zit natuurlijk dat gedeelte in van een de gewone distress inkt. Daar is de oxide inkt is daar ook een onderdeel van. En het blijft altijd wel iets reageren. Ik draai hem even om. En ik wil aan de bovenkant ook nog een plekje gaan maken. En eigenlijk werk ik meestal in drieën. Dat is wat prettiger voor het oog. Dus ik pak gewoon nog een beetje van die pasta op. Hetzelfde stukje ga ik even weer gebruiken. En ik ga wat van die pasta door het stencil heen duwen. Ook dit werkt wel iets, maar is niet erg. Waar moet je nu voor zorgen? Ik leg dit even weg. Dit moet het liefst aan de lucht drogen. Dan komen er allemaal mooie barstjes in. Hoe dikker jij die pasta verwerkt, des te groter dat die barstjes zullen gaan worden. Hoe dunner, hoe kleiner dat die barstjes gaan worden. Het mooiste is aan de lucht laten drogen. Dan wordt het mooiste. Maar hebben we vanavond geen tijd voor. Dus ik ga dit straks wel drogen met mijn heat tool. Maar ik ga eerst mijn masstencil schoonmaken en mijn spateltje schoonmaken. Zou ik dat niet doen, dan droogt dat materiaal aan je spateltje, aan jouw stencil, krijg je het nooit weer schoon. Dus wat doe ik even? Even een velletje keukenpapier. Normaal gesproken ga ik even naar de kraan met de wasbak en spoel ik het eigenlijk allemaal schoon. Gaan we nu even niet doen. Pak even een babydoekje, spateltje kant en zo snel mogelijk jouw masstencil weer schoonmaken. En dat is echt even een karweitje. Je kunt ook een bak met water bij je neerzetten. Bijvoorbeeld een afwasbak. En dan kun je het daarin doen. Dan dompel je het eigenlijk onder water. En dan kun je hem later schoonmaken. Dan hoef je er niet direct mee aan de slag. Maar zorg er gewoon voor dat er zoveel mogelijk van die pasta eraf is. Want anders kun je op een gegeven moment echt het stencil weggooien. En dat is natuurlijk zonde. Dus zorg ervoor dat jouw stencil weer schoon is.
even echt goed schoonmaken. Dus normaal gesproken loop ik even naar de kraan. Spoel ik het even af. Ik heb er een sponsje bij liggen. En dan spoel ik het gewoon helemaal af. Is mijn stencil weer schoon. Dat er af en toe een beetje verf aan blijft zitten, vind ik niet erg. Maar structuurpasta, modeling paste, dat is iets gesso. Dat is iets wat ik niet aan mijn stencil wil hebben. Dus goed schoonmaken. En even gelijk het werkvlak weer een beetje mee schoonmaken. En dan kan ik dus de boel gaan drogen. Ik weet niet of er nog vragen zijn. Dan kunnen jullie ze weer gaan stellen. Ik ga ondertussen even de pasta drogen. Zodat we straks weer verder kunnen. Dus wat er nu gebeurt bij mijn project is dat er allemaal barstjes in komen. En die barstjes die ga ik straks nog wat accentueren. En daar heb ik een trucje voor. Ik ga ondertussen even een slokje water nemen. Wel even mijn kopje pakken en niet de glazen pot. Ik zal het straks wel even van wat dichterbij laten zien. Dan kun je zien dat er eigenlijk allemaal barstjes ontstaan. Dus hoe dikker jij die pasta aanbrengt, des te groter dat die barstjes zullen gaan worden. En hoe dunner jij dat aanbrengt, dan krijg je hele fijne barstjes. En het mooiste is om dit aan de lucht te laten drogen. Meestal dan werk ik die achtergrond tot zover af en dan ga ik naar beneden. Ik laat dit gewoon op mijn werkvlak liggen en ik kom de volgende dag terug en dan maak ik hem verder af. Of ik ga met iets anders bezig. Als het nog geen tijd is om naar beneden te gaan. Als ik nog tijd over heb. Dan leg ik dit gewoon weg. En ga ik wat anders doen. Maar meestal laat ik dit dus aan de lucht drogen. En eigenlijk droog ik dit bijna nooit met een heat tool. Ik geef dus echt rustig de kans om te drogen. En die pasta zal een beetje de kleur aan gaan nemen. Maar dat is helemaal niet erg. Het is juist mooi. Vind ik. Als dat witte, dat is zo wit dan. Dus als het een beetje die kleur aanneemt, is niet zo erg. Maar ik ga straks nog wat kleur aanbrengen. Nou, de barstjes die zie ik al een beetje ontstaan. Dus dat betekent dat de pasta droger en droger wordt. Je kunt het even voorzichtig gaan voelen met jouw vinger. Bedenk wel dat misschien het toplaagje droog lijkt. Maar dat wil niet zeggen dat het laagje wat eronder zit helemaal droog is. Dus geef het dan echt even de tijd om aan de lucht te drogen. Of droog het even wat langer met de heat tool. Ga je er namelijk straks te snel overheen, dan kan het hele effect weg zijn. En dat is jammer. Daar moet ik nog wat meer drogen. Ik zie dat ik daar best wel dik de pasta heb aangebracht. Helemaal niet erg. Maar dan moet je gewoon wat langer drogen. Kan iedereen die meedoet nog meekomen? Lukt het jullie allemaal? En gebruiken jullie structuurpasta of heb je zelf iets gemaakt of gebruik je ook een crackelpasta? Ik ben er eigenlijk wel benieuwd naar. Schrijf het maar in de reacties, in de chat. Het gaat goed. Goed zo. Ja, mixed media krijg je een troep van. Dat is een ding wat zeker is. Maar dit is echt iets wat ik ontzettend graag doe. Met mijn handen in de verf, in de inkt. Dit is voor mij echt de ontspanning. Ja, muurvullen kun je ook gebruiken. Heel goed.
Ik zag het toevallig voorbij komen op de app. Ik heb zo'n app van de Action en ik zag die muurvullen weer voorbij komen. Ik denk, oh, die moet ik toch eens een keer weer gaan halen. Ik denk dat ik er zo wel ben. Ik zal ze even voorzichtig voelen. Ja, dit kan daar wel mee door. Ik zal kijken of ik hem wat dichter in de camera kan krijgen. Dat jullie die barsjes een beetje zien. Ik moet even zoeken. Even een beetje kantelen. Zien jullie die barsjes? Kunnen jullie het een beetje zien dat er... Het is een beetje overbelicht, zie ik wel. Ik denk dat deze wel beter te zien is. Maar er zijn allemaal kleine barstjes ontstaan. Ja, een muurvullen lijkt eigenlijk wel heel veel op... ik zal kijken of ik hem wat dichterbij... kan krijgen. Muurvullen is eigenlijk ook een soort van ja, structuurpasta. Daar maak je gaatjes bijvoorbeeld mee in de muur dicht. En dat kun je ook prima gebruiken in mixed media projecten. Ja, het was zichtbaar hè. Ik zag het. Ik kan meekijken op mijn laptop. Nou, natuurlijk wil ik nog meer kleur gaan aanbrengen. En ik zei al, ik wil alle kleurtjes gaan toevoegen... die er in het servet zitten. Nou, ik heb de bruin hier nog liggen en ik heb gekozen voor de walnutsteen. Die vond ik wel mooi passen. Die ga ik even wat deppen op mijn krafmat. Ik weet dat het slecht te zien is, bruin op bruin. Ik ga het even nat sprayen, niet te veel, een klein beetje. En dan ga ik even op zoek naar een penseel, gewoon zo'n hele goedkope. Ik moet heel eerlijk zijn, ik heb bijna geen dure penselen, want ik ben er gewoon niet zuinig op. Ik heb er een aantal voor aquarelprojecten, maar ja, ik ben eigenlijk niet echt zuinig op mijn penselen. Ik vergeet ze vaak, laat ik ze in het water staan. Maar ik spray wat water erbij. En dan maak je eigenlijk een soort ja, aquarelverf eigenlijk van de inkt. En nu ga ik met een penseel een beetje over die structuurpasta heen. Dus over die pasta, over die barsjes. Ik ga met mijn penseel en ik veeg het eigenlijk gelijk met mijn vinger een beetje uit. Dan verdeel je het. Die barsjes die worden nu een beetje geaccentueerd. En ik laat gelijk dat bruine een beetje terugkomen. Nou, doordat alles verder droog is, gaat het allemaal niet meer mengen. Ik ga dus met dat penseel over die structuurpasta en ik veeg het eigenlijk gelijk een beetje uit met mijn vinger. Dat is wat ik nu aan het doen ben. En laat er een klein stukje los, helemaal niet erg. Daarom moet je het ook niet super strak aanbrengen, dus dat jij helemaal ja, echt die vorm krijgt. Het mag wel een beetje speels worden. Nou, je ziet nu al dat het veel meer naar voren komt. Dus die structuurpasta, die breng je daarmee naar boven. En ik heb nu gekozen voor die bruine kleur. Maar je had ook met de groen kunnen gebruiken. Je had ook de
paars kunnen gebruiken of de blauw kunnen gebruiken. Maar die bruin, die zat er nog niet in. En daarom heb ik voor die bruine kleur gekozen. Zodat die bruine kleur ook een beetje weer terugkomt in het geheel. En je ziet gewoon, dit is gewoon echt nog een achtergrond. Natuurlijk is die vlinder heel erg aanwezig. Maar de rest eromheen, dat is gewoon een beetje een achtergrond. En dat is ook de bedoeling. Ik ben immers nog steeds bezig in die achtergrond aan het werken. En dit is gewoon mijn manier van denken. Ik bekijk het dus stapje voor stapje hoe ik het allemaal verder... Geert, je kunt mee chatten. Ik zie het in één keer. Dankjewel. Ja, dit vind ik gewoon ontzettend leuk om te doen. En vandaar dat ik jullie daar vanavond ook in mee wilde nemen. Maar begrijpen jullie een beetje mijn gedachten daarachter? Dus de kleuren die moeten terugkomen. De kleuren van het servet, die moeten terugkomen. En ik bekijk stapje voor stapje wat ik er nog bij wil. Waar vind ik het nog kaal? Waar kan er nog iets bij? Soms neem ik even afstand. Ga ik staan? Of ik loop even naar beneden. Ik ga even thee zetten. Of dan kom ik weer terug en soms zie ik het dan ineens wel. Ik neem er mijn tijd voor en dat is mixed media. Mixed media is iets waar jij echt de tijd voor moet nemen misschien wel. Maar waar je ook je ontspant door het hele proces. En ik ga even een beetje de bruine inkt weghalen. Even weer droog maken. Het is dus een heel proces waar je doorheen gaat. En je doet stapje voor stapje, ga je dit gewoon helemaal opbouwen. Nou, ik heb de structuurpasta gebruikt voor een stencil. Maar natuurlijk kun jij ook, en dan ga ik even op zoek naar toch een iets ander stencil. Dan ga ik deze gebruiken. Deze gebruik ik veel op mijn gelplate. Kun je zien aan de verf. Maar ik ga nog meer structuurtjes eigenlijk aanbrengen op plekjes waarvan ik denk van nou, dat vind ik hem toch nog niet zo heel erg mooi. Ik heb dan gewoon die inkt er nog steeds liggen. Ik heb mijn sponsjes of mijn borstels in dit geval er nog bij. En ik pak dan een masstencil en ik ga gewoon er wat doorheen werken. En ik ga dan op die manier... Op sommige plekjes waarvan ik denk, daar moet nog wat bij komen. Daar ga ik nog wat extra aanbrengen. Ik ben nog steeds in die achtergrond bezig met die kleuren. Vind je te fel, kun je het altijd nog iets gaan vervagen. Door heel lichtjes met die borstel eroverheen te gaan. Haal je het wat, dat hele erge haal je er dan een beetje vanaf. Maar je ziet, ik heb even weer wat op plekjes iets aangebracht. Nou, ook dit maak ik snel even een beetje schoon. En dit is ook iets wat jij heel mooi schoon kunt maken in jouw journal. Dus heb je er een journal liggen, ga even met een babydoekje over jouw stencil. Maak het dan schoon in jouw journal. Heb je gelijk in jouw achtergrond alweer iets moois gemaakt. En dat zijn de clean-up pages bij mij. Pagina's waar ik spulletjes mee schoonmaak en stencils mee schoonmaak, borstels mee schoonmaak, want hier zit natuurlijk nog inkt aan. Nou, ik had hier nog een borstel liggen, ik leg deze even aan de kanten. Ik kan deze borstel natuurlijk gaan gebruiken voor die tag wat ik hier nog heb liggen. Daar had ik dus al wat aan schoongemaakt, maar dit is mijn manier van werken. Ik werk met allerlei projecten tegelijkertijd. Alle restjes die ik heb liggen, maak ik gewoon ergens aan op. En tags zijn daar natuurlijk uitermate geschikt voor om daar jouw dingetjes mee op te maken. Nou, ik ga eens even rustig kijken. Wat vind ik ervan? Wat moet nog terugkomen? Ik vind dat lila is een beetje naar de achtergrond gegaan. Dus wat ga ik doen? Ik ga gewoon de lila inkt pakken. Ik pak dat borsteltje er weer bij. En ik ga gewoon kijken waar kan ik nog wat meer inkt aanbrengen. En gaat het zich wat mengen? Helemaal niet erg. Op deze manier kijk ik dus deel voor deel
Wat vind ik mooi? Wat vind ik minder mooi? Heb ik misschien een plekje die ik helemaal niet mooi vind? Nou, dan kun je gaan proberen om dat plekje te verstoppen. En ik zeg altijd, mocht iets helemaal mislukken, je hebt een achtergrond gemaakt waarvan jij denkt van, oh, dat vind ik toch echt helemaal niks, dan pak je je gesso. Je gaat het natuurlijk goed drogen. Vervolgens ga je er gewoon met je vinger, ga je er wat gesso overheen doen en begin je weer opnieuw. Dan heb je al die laagjes die je al hebt gemaakt. Je zult er nog deeltjes van doorheen terug gaan zien. Maar dat hele lelijke, dat is er weer af. En je begint gewoon weer opnieuw. Dus niet denken, oh, het is helemaal verprutst. Ik gooi het weg. Ik zit even gauw te kijken. Het stencil, Karin. Volgens mij is dit een hele oude van Crafts Emotions. Maar ik weet het niet uit mijn hoofd. Ik kan gaan kijken of ik het terug kan vinden. Maar dit is echt al een super oud mast stencil. En volgens mij is die van Crafts Emotions. Ik heb eigenlijk geen idee. Er staat wel iets op. CLMM20. Dat staat erop. Maar ik heb eigenlijk geen idee waar die van is. Maar het zou mij niet verbazen dat die van Crafts Emotions was. Maar dus heb je een achtergrond gemaakt. Denk je van, oh jee, ik heb het helemaal verpest. Loop sowieso even weg. Denk er even over na. En kijk dan later of je het nog kunt oplossen. En denk je van, nou dit wordt hem echt niet meer. Niet weggooien, maar pak je gesso. Doe er een laagje gesso over. En begin weer opnieuw. Dus dat is een tip van mij. Niet in de stress schieten. Rustig blijven. Nadenken. Ontspannen. Even weglopen. Even iets anders gaan doen. En dan ga je terugkijken van, goh, wat kan ik er nog mee doen? Is iedereen een beetje zover dat jij heel veel structuren hebt gemaakt in jouw achtergrond? Voor degene die meedoet. Want ik denk dat ik dit nog eventjes ga drogen, wat ik tot nu toe heb gedaan. Klaar, helemaal goed. Ik ga er nog even snel met de heat tool over dat het droog is. En dan ga ik jullie rustig uitleggen wat je nog meer zou kunnen doen. Stel, je vindt dit nog niet genoeg. Je denkt, ik wil toch nog iets meer. Je hebt nog een plekje waarvan je denkt van, nou, ik vind het wat minder geworden. Ik wil daar toch nog iets gaan doen. Dan zou je met stempels nog in die achtergrond kunnen stempelen. En ik zei al, ik vul eigenlijk altijd mijn projecten aan met wit en zwart. Nou, zwart, dat ga ik dus nu gebruiken voor de stempels. En ik zal even voorzichtig kijken of ik hem los krijg. Het is een nieuwe stempel, nog nooit gebruikt. Ik had deze stempel gekocht in Hardenberg op de beurs. Nou, je ziet, hij zit best vast. Nou, weet je wat ik ga doen? Ik ga helemaal daar niet mee bezig. Ik laat hem lekker op het cellofaantje zitten. Ik pak de oxide inkt, want met de oxide inkt kun jij ook prima gaan stempelen. Ik pak even een kladpapiertje erbij. Zou ik rechtstreeks met die oxide inkt, ik ga de inkt op mijn stempel doen, ik zou rechtstreeks gaan stempelen, dan is het vrij hard. En dan heb je dus een eerste generatie stempelafdrukje. Nou, dat wil ik niet. Het mag niet zo hard worden. Dus wat ga ik doen? Ik ga hem even afstempelen. Kan ik gelijk zien hoe wordt die stempel? Dus ik ga hem nog een keer beïnkten. Dus ik laat hem gewoon op het cellofaantje zitten. Dat wil prima.
En op die manier stempel dus af en ik stempel erop. En op die manier krijg je dus een tweede generatie stempelafdrukje. En doordat jij hem eerst hebt afgestempeld, blijft hij een beetje in die achtergrond. Het is nauwelijks zichtbaar dat er gestempeld is. Snel even een beetje schoonmaken. Kan die aan de kant. Dus heb je net zoals ik een stempel die je zo moeilijk er vanaf kunt krijgen. Het is niet altijd nodig. Dit soort dingen stempel ik altijd uit de hand. Laat hem gewoon op dat cellofaantje zitten. Want jij kunt zo'n stempel ook stuk trekken. Is gewoon jammer. Dus laat ik hem op dat cellofaantje. En kan ik er ook prima mee gaan stempelen. Nou, het is... En ik weet niet eens of het echt zichtbaar is op camera. Maar er zit heel lichtjes af en toe. Zit er een klein beetje in die achtergrond gestempeld. Nou, ik zei al, dat kun je met alle kleuren doen. Dus ik heb hier nog een rubber stempeltje. Deze heb ik gekocht bij AliExpress. En ik zit even te denken, wat gaan wij doen? Kijk, dit is echt een proces. Ik bekijk het echt stapje voor stapje. Nou, ik ga hier van hier. En dan ga ik hetzelfde mee doen. Zie ik dat het eigenlijk nauwelijks iets heeft gedaan, dan kun jij zo'n eerste generatie stempelafdrukje doen. Maar ik stempel dus in die achtergrond met de kleuren van de achtergrond. En dan ben jij nog in de achtergrond bezig. Dus heb je er niet nog genoeg structuur in gemaakt met jouw masterstens, met al die spettetjes, wat je hebt gedaan, dan kun je ook altijd nog gaan stempelen in die achtergrond. Nou, ik ga het even snel weer wat drogen. En dan wil ik nog één dingetje doen om die achtergrond een beetje, ja, nog wat mooier te maken. Paola, jij gaat weer verder. Helemaal goed. Fijne avond, meid. Ik spreek je snel. Nou, iets wat ook ontzettend leuk is om te doen, is spettertjes maken. En spettertjes maken, dat kun je met verf doen, dat kun je met inkt doen. Maar dat kun je ook prima met gesso doen. Dus ik ga een heel klein beetje gesso op mijn kraftmat doen. Ik ga het wat vloeibaarder maken met een beetje water. Dus ik spreid er wat water op. Vervolgens ga ik op zoek naar mijn waaierpenseel. Je hebt speciale spetterpenselen. Ik gebruik gewoon mijn waaierpenseel. Ik ga dus die gesso wat dunner maken. En pas nu even op. Die spettertjes die kunnen overal komen. Dus of gebruik een spetterdoos, maar bescherm je ondergrond goed. Ik ga het gewoon op deze manier doen. Op hoop van zegen. Ik ga wat spettertjes maken. Ook op die vlinder mogen wel wat spettertjes komen. Helemaal niet erg. Maar door die spettertjes trek je eigenlijk alles een beetje weer bij elkaar. Nou, dit gaan we weer even drogen. En dan hebben we eigenlijk onze achtergrond wel zo'n beetje klaar. Dus als dit helemaal droog is, ik ga dat straks even een beetje opruimen. Leg dit even aan de kant. Nou, dit penseel, die zet ik gewoon even in mijn pot met water. Ga ik straks allemaal weer opruimen. Nou, hier doe ik eigenlijk niet zo heel veel meer mee, dus dit veeg ik wel even weg. Gelijk even een beetje die spettertjes overal weghalen. Ik had mijn spetterdoos wel gepakt, maar ja, dan ben ik bezig en dan vergeet ik het eigenlijk in mijn spetterdoos te doen. Maar ach, het is gesso, dus je werkvlak is ook eigenlijk zo weer schoon. Nou, ik houd het voor vandaag bij alleen witte spettertjes. Je zou nog zwarte spettertjes kunnen doen. Je zou zelfs die kleuren nog weer terug kunnen laten komen. Dat jij paarse spettertjes gaat maken. Dat je groene spettertjes gaat maken. Ga ik voor deze niet doen. Ik laat hem op deze manier. Ik denk dat hier genoeg aan de hand is in deze achtergrond.
Dus ik ga in dit geval niet meer eraan doen. Ja, ik zei jongens, mixed media, het wordt een lange zit. Dit is echt een project wat jij niet eventjes heel snel doet. Ik ga even snel kijken. Die spettertjes zullen wat naar de achtergrond gaan trekken. Maar dat is helemaal niet erg. Ik zal kijken of ik hem even van wat dichterbij kan laten zien. Je ziet gewoon hoeveel structuren er zijn. En hoeveel er aan de hand is op die pagina. Ja, ik vind spetters echt mooi. Ik vind altijd als jij spetters gebruikt, dat trekt eigenlijk die hele pagina aan elkaar. Nou, wat wil ik nu nog doen? Nou, ik zei al die vlinder. Ik vind hem een beetje in de achtergrond vallen. Nou, meestal gebruik ik, en dan zal ik hem even opzoeken. Nee, die moet ik niet hebben. Mijn Stabilo O-potlood. Ja, hier heb ik. Dit is een Stabilo O-potlood. Het is een soort aquarelpotlood. Geen gewone aquarelpotlood. Deze wordt heel mooi intens zwart. Maar het werkt wel als een aquarelpotlood. Dus heb je een aquarelpotlood, die kun je ook prima gebruiken. Nou, wat ga ik dan doen? Ik ga een beetje langs die vlinder. Dus ik ga die vlinder als het ware een schaduwrandje geven. Dus ik zet wat van die zwarte potlood aan. Ik heb hier mijn aquarelpenseel nog liggen. Zorgen dat hij niet te nat is. En op deze manier zorg je er gewoon voor doordat je dat gaat vervagen. Dat die vlinder wat meer naar boven komt. Nou, dat ga je met de hele vlinder doen. Ga ik straks even buiten de camera om. Ga ik dat even rustig afmaken. Want ik wil nog even laten zien wat je nog meer gaat doen. Ik vind dit een beetje een vlakke pagina. Er mag nog wel wat meer gebeuren. Iets wat ik heel vaak doe in zo'n pagina is een kader eromheen maken. En dat kun je op heel veel verschillende manieren doen. Nou, ik ga even kijken. Heb ik nog een ander sponsje hier in de buurt liggen? Of heb ik nog een blending tool? Volgens mij heb ik hier nog een blending tool. Ik ga een donkere rand eromheen maken. Dat kun je doen met oxide inkt, je kunt dit doen met stason inkt. Eigenlijk alle soorten inkt, je zou ook een verf er nog voor kunnen gebruiken. Ik zit toch even te twijfelen, wat ga ik doen? Kijk, en dit is even weer, hoe ga jij dingetjes oppakken? Hoe denk jij dingetjes uit? Soms ben ik ook aan het twijfelen. Ik wil hier een rand omheen hebben. En ik denk dat de Black Suit niet helemaal zwart genoeg zal worden. Ik ga mijn stason inpakken in deze. Dus ik ga met die blending tool ga ik wat van die stason inkt opnemen. En ik ga een randje er langs heen maken. En dan kader ik eigenlijk een beetje mijn project. Stason inkt met Archival, ook met de gewone Black Suit zou je het ook prima kunnen. Maar ik vind de stason inkt wordt net iets meer mooier zwart. Nou, dit moet je natuurlijk straks weer een beetje drogen. Wat je ook nu nog zou kunnen doen om het nog meer te gaan kaderen. En ik maak in dit een art journal pagina. Nou, in een art journal pagina ben je vaak aan het schrijven. Nou, iets wat ik heel vaak doe, is dat ik ga schrijven, ga doodelen om mijn kader heen. En dat doe ik vaak met een Posca marker.
Een Posca marker is een verfmarker. Daar zit acryl, een verf in, wat heel vloeibaar is. En je hoort het misschien al wel, als je het gaat schudden, er zitten balletjes in en die zorgen ervoor dat de verf heel vloeibaar wordt. Nou, dan kun jij op deze manier een lijntje gaan tekenen. Meestal doe ik er nogal wat zigzaglijntjes bij. Maar een schetsachtig lijntje. En snel omheen. Zorg er wel voor dat ik niet helemaal over dat structuurpasta heen kom. Een beetje oppassen dat jij jouw punt niet helemaal stuk maakt. Je zou zelfs nog wat kunnen gaan schrijven. En dat schrijven doe ik altijd op een hele slordige manier. Vaak lees ik dat later terug, dan denk ik, wat staat er toch? Kan ik het al helemaal niet meer lezen? Maar dat is een manier om je pagina of je oplegkaartje te kaderen. Dus dat jij er echt een pagina op zich van maakt. Dus we hebben een donkerder kader eromheen gemaakt. En mijn maniertje, hoe ik het heel vaak doe in mijn mixed media projecten. Nou, we zijn er al aardig. Die vlinder ga ik dus later nog doen. Wat we dan nu nog zou moeten doen, en daar ga ik later even rustig over nadenken. Ik vind dat hier nog een tekst op moet. Nou, ik ga dan kijken waar is nog ruimte. En onbewust heb ik daar een beetje ruimte voor gelaten. Ik heb hier een plukje structuurpasta aangebracht. Daar en daar. Nou, daar moet je dus geen tekst gaan plakken. Maar hier heb ik een ruimte. Daar zou ik een tekst kunnen plakken. Maar ook daar heb ik nog een ruimte. Daar zou ik ook een tekst kunnen plakken. Dus ik ga rustig daarover nadenken. Ik ga eens eerst die vlinder helemaal afmaken. Dus met dat stabiele oplood ga ik er voorzichtig langs heen. Hier zitten wat bloemetjes. Die laat ik voor wat het is. Dus daar ga ik zeker niet. Maar hier is het een beetje weggevallen. Daar ga ik wel even wat aanzetten. Maar dat paarse, dat ligt er eigenlijk bovenop. Dus daar kom ik niet aan. Ga ik echt dat lijntje niet doortekenen. Maar dan komt die vlinder wat meer naar boven. En dan wordt die vlinder echt meer het focal point. Nou, en dan, als ik dat klaar heb, dan ga ik gewoon rustig bedenken, welke tekst wil ik erop? En waar wil ik die tekst erop gaan zetten? Dat kan dus hier zijn, maar het kan ook daar zijn. En het kan ook zijn dat hier wat komt en daar wat komt. Maar daar wil ik even rustig over gaan nadenken. En dat is meestal iets wat ik later doe. Ik ga dit in ieder geval nu onder druk straks wegleggen. Ik ga die vlinder nog wel even afmaken. Daarna ga ik dit allemaal onder druk wegleggen. En dan ga ik daar morgen wel mee verder. Dan heb ik weer een leeg hoofd. En dan weet ik precies waar ik die tekst moet gaan neerzetten. Dan komt het vanzelf van naar boven. Heb ik wat meer afstand genomen van mijn project. En een mixed media project maak ik ook eigenlijk bijna nooit van het begin tot het eind helemaal af. Dat komt later wel. Dus ik ga gewoon rustig daaraan werken. Ik begin met opbouwen van al die laagjes. En uiteindelijk ontstaat er gewoon iets. En tussendoor bekijk ik het elke keer. Waar is nog wat? Wat nog worden toegevoegd? Waar is het niet mooi? Waar zit een lelijk plekje? Wat kan ik daar nog mee? Dus stap voor stap voor stap bouw ik zo'n hele pagina op. En uiteindelijk ontstaat er zoiets als dit. En je bent heerlijk ontspannend bezig geweest. En je hebt gewoon iets geweldigs gemaakt. En je ziet hoe mooi dat die kleuren zijn. En ik heb gewoon Distress Oxide inkten gebruikt. Dus hiermee kun jij ook prima mixed media doen. Mixed media hoef je niet echt die hele dure producten voor te gebruiken. Alhoewel, de Distress Oxide is ook zeker niet goedkoop. Maar je hoeft daar ook niet alle kleuren van. Ik heb er ook niet alle kleuren van. Ik heb een aantal kleuren die ik mooi vind. En zelfs die nieuwe kleuren koop ik niet eens allemaal bij. Ik moet dan een kleur echt heel erg mooi vinden. Wil ik er een kleur bij kopen? In principe
heb ik gewoon alle kleuren die ik gewoon mooi vind, die ik gebruik in mijn projecten. En want ik doe er niet alleen mixed media voor. Oxide ink kun je overal voor gebruiken. Je kunt er ook mee op je gelplate bijvoorbeeld. Dus ook dan kun jij oxide inkten gebruiken. Maar dit was in ieder geval mixed media stijl. En een paar van die kleurtjes kom jij gewoon al heel ver mee. Ik hoop dat jullie hebben gezien wat je ermee kunt. Ik heb jullie een inkijkje gegeven in het hele mixed media gebeuren. Ik hoop dat jullie dit net zo leuk gaan vinden als ik dat doe. En het is echt niet moeilijk om te doen. Laat je ook vooral niet om de tuin leiden door al die video's die erover gemaakt worden. Sommige mensen doen daar heel ingewikkeld over. Maar mixed media wil niets anders zeggen dat jij meerdere mediums gebruikt in één project. Nou, mijn servet heb ik gebruikt. Die heb ik gelijmd met een gel medium. Een medium. Oxide inkt, een medium. Structuurpasta, in dit geval een crackle paste, een medium. Dus je bent al mixed media aan het doen. En heel simpel, echt niet moeilijk. Iedereen kan dit. Ik hoop dat jullie dit leuk hebben gevonden. Dat jullie een fijne avond hebben gehad. Ik weet niet of er nog vragen zijn. Dan stel ze even. Ik wacht gewoon tot iedereen zover is dat we echt kunnen afsluiten. En ik hoop natuurlijk dat jullie vooral heel veel geleerd hebben vanavond. Een beetje een inkijk in mijn brein. Hoe werkt het? Hoe bouw ik iets op? En dat jullie daar ook lekker zelf mee aan de slag kunnen gaan. Want dat is wat ik heel graag zou zien. Heb je iets gemaakt? Post het ook vooral op de groep op Facebook, Patricia's Inspiratiehoek. Heb jij geen Facebook? Wil jij mij gewoon eens iets laten zien? Mail mij dan. Je mag het gewoon mailen aan mij. Of laat het zien op Messenger. Ine die mailt mij bijvoorbeeld haar projecten door. En ik vind dat gewoon ontzettend leuk. Om dat allemaal te zien. Wat jullie er allemaal mee doen. En daar krijg ik ook weer inspiratie door. Dus doe dat vooral. Plaats jullie creaties. Laat ze zien. Want alle creaties mogen gezien worden. Ook al ben je een beginner. Hè? Dus laat het vooral zien. Ik zou het in ieder geval heel leuk vinden. Nou, ik zal nog even kijken of er nog wat. Nou, Jootje ook bedankt. Ik ben altijd blij dat je erbij bent. Voel toch als een soort steuntje in mijn rug. Ik vond het allemaal super gezellig dat jullie er waren. Ik heb niet eens gezien met hoeveel dat we vandaag waren. Ik weet dat er ook heel veel na gaan kijken. Nou, veel geleerd. Daar heb ik het voor gedaan. En daar doe ik het ook voor. Om jullie die dingen te leren. En dat is iets wat ik ook heel leuk vind om te doen. Want dit is voor mij ook ontspanning. Hoewel ik best hard bezig ben, vind ik dit ook ontspanning. En ik vind het dus ook onwijs leuk om te doen. Ik wil het ook echt gaan proberen om dit één keer in de maand samen met jullie te doen. Elke keer weer wat anders. Dus dankjewel ook jullie allemaal voor jullie aanwezigheid. Wil maar toch. Nou, ik doe dit gewoon met heel veel plezier voor jullie. En het is voor mij een hobby waar ik inmiddels een klein beetje geld mee verdien. Genoeg om mijn producten weer te kunnen kopen. Zodat ik ook die leuke video's voor jullie kan blijven maken. Jullie ook allemaal bedankt voor de fijne avond. Dan gaan we nu afsluiten. En ik zie jullie graag terug bij een volgende video op YouTube. En een workshop die gaat er ook zeker weer komen. Zoals ik al zei, ik ga proberen dit één keer in de maand te plannen. Wanneer het allemaal kan. En dan maken we er gewoon een gezellige avond van. Dus dankjewel allemaal. En ik zie jullie bij een volgende video. Dankjewel allemaal. Doeg!